even hier in chat. Dit is er een. Ruikt naar koffie. Er zit veel zout in. Is vrij zwaar. Niet zo. Elk wel speciaal met elke. Platstuk eraan. Drijvende staart. Opening voor de haak. Het ziet er goed uit. Redelijk flexibel. Daar gaat het goed in op een loodkop. Dropshot eventueel. Maar dat ziet er mij heel geschikt uit voor een dubbel vloekrig van te maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Fluorocarbon zoals altijd. Goede offset haken. En tonwartels. Ik heb nu vrij grote gepakt, gewoon voor het filmpje, maar mocht ervoor nemen wat je wilt eigenlijk. Hier heb ik al, hier is de hoofdlijn. Ik heb er een stuk fluorocarbon aangeknoopt. Dus dit wordt de onderlijn. Dat moet niet langer zijn. We gaan er zelfs nog een stuk inkorten. Neem de eerste wartel. Schuiven we daar gewoon over. Gewoon. Blijf gewoon loshangen. De tweede wartel. Die gaan we wel aanknopen. Met welke knoopbak dat doet, dat maakt niet uit als het me vasthangt. Ja, zo. Dus die hangt vast. Geen driewegswartel voor gebruiken, dat werkt niet. Dit moet schuiven. Dan pak ons volgende stuk fluorocarbon. Ik zou zeggen iets van een halve meter, ongeveer. Die knopen al aan de vaste wartel. Weer met een knoop naar keuze. Zo. Dan kunnen die bestjes op tafel leggen. De wartels tegeneen schuiven. Voor de afstand. Neem nog een stuk fluorocarbon. Die gaan we ongeveer 1 chat lengte van de chats die je gaat gebruiken. Je kunt ook een vloek voor gebruiken of om het even wat aan een andere veestaart. Ik zeg maar iets. Een klein beetje overschot voor de knoop te maken. De lengte even afmeten. Zo. Dat is ongeveer een chat lengte langer. Je kunt hem zelfs nog inkorten als je de haken eraan knoopt. Dan kunnen we die ook beter zien. Dus die zet ik aan de schuivende wartel. Zo, ik ga even de uiteinden afknippen. Normaal zijn er beter schade voor, maar ja, deze heb ik vast. Dus. Zo. Zover zijn we al. Je kunt zien, nu heb ik ze uitgestrekt. Deze is ongeveer een chatlengte langer. Ik, zo nauw komt het niet, maar het is heel mooi. Het werkt heel mooi. Als hij juist op maat is. Dan twee haken. Want we gaan er twee chats aan hangen. Eén. Twee. Mijn favoriete haken. Ryuki LT Offset. Long Throat. Komt vrij diep in de chat te zitten. Dus je schuurt helemaal niet meer rap uit.
En dat is een voordeel. Ik ga eerst de lijn maken aan de vaste wortel. En dan kan ik de andere zelfs afmeten. Hier ga ik wat royaal doen met mijn flukkerbon. Zodat ik de andere mooi op maat kan maken zelfs. Zo. Die kunnen we er al opsteken. Dat weten we allemaal hoe dat werkt. Hè. Misschien nog goed om te zeggen dat deze haak een 4-0 is. Die mag er een beetje oversteken. Ziet dat is de lijn mooi weg, dat haakoog erin zit. Gewoon afmeten zoals we altijd doen. Hop. Recht erdoor. Die mag daar gewoon blijven in liggen. Ligt heel mooi. Deze set trouwens, dat is een 5 inch. Je ziet hier op pakje. Ideaal voor mooie snoekbaarzen mee te vangen. En misschien wel de grotere baarzen. Dat zullen we zien. Hè. Eens kijken wat we hebben. Ik had gezegd, chat lengte verder. Dus als ik zie dat mijn haak hier ergens komt, dan is dat perfect. Hè? Dus dit heb ik om te knopen. Niet meer, niet minder. Ah, minder wel, maar. Zo. Zo. Tweede set. Ja, dus een dubbelvloekrig of donkeyrig is dus een rig met twee sets eraan, twee haken. Speciaal voor de mensen die van Twitch baits houden, is het een fantastische rig. Zeker nu het ongeveer paaitijd is voor de snoekbaarzen en dat ze kort aan de kant komen op ondiep water, dan kan deze van ons heel effectief zijn. Eens kijken. Dit is mijn rig. Zo ziet hij eruit. Qua gewicht is dat wel de moeite. Niet meer voor echt superlichte hengels. Zeker geen ultra light of een light hengel. Daar kunnen we absoluut niks mee doen. Dat mag wel iets strakker zijn ook. Gewoon om te wisselen, om te twitchen. En wat die sets gaan doen is dit. Zo gaan die zwemmen. Wordt hier zelden gebruikt. Ah, ik heb het nog niet zien gebruiken. Maar dat werkt echt fantastisch. En die set is daar gewoon, ja, is er gewoon perfect voor. Zo, dat was het.